goed bent. Eerst maar. Op een superdag. Ja. Oké, ben ik klaar voor Rijnier? Ja. Oké, dan gaan we. 3, 2, 1. I Snowboard Fitcast issue nummer 27. Ik zit hier met Rijnier. Rijnier, wat's up? Ja, gaat lekker. Ja. Net contest gehad. Echt super vet. En eindelijk gewoon helemaal klaar. Ja, ik hoor een van de boeren zeggen dat ze het echt een perfecte dag hadden gehad. Ja, nou ja, het kan best. En ik zag iedereen lachen en gewoon echt lol gehad. En super vet. Het was niet zomaar een snowboardwedstrijd. Vertel eens even. Ja, het was de reggae real battle. En gewoon lekker reggae muziek en super goede opkomst. Bijna 45, 50 man. En echt super vet. More reels than you ever seen. En sicke setup. En hard mee bezig geweest. En Ik zag inderdaad op de website staan dat je echt heel veel rails had. Maar het waren ook echt heel veel rails. Ja, we zijn echt vorig jaar al mee bezig geweest. We zijn echt al met een paar maatjes van mij alles zelf aan het bouwen. En het wordt steeds groter, steeds gekker, steeds vetter, steeds langer. Echt super vet. Nou, ik vond die rail boven heel erg vet. Die mega lange. Ja, hij was 12 meter lang, flat down flat. En 3 buizen breed. Echt sick. Het waren niet alleen snowboarders, maar ook skiers. Hoe gaat die combinatie? Ja, tegenwoordig gaat het echt super goed. Vroeger waren er wel een hoop haters tussen qua snowboarders als er skiers bij waren. En daar loopt iedereen elkaar een beetje op te peppen. En iedereen is echt stoked over elkaar als ze een nieuwe trick doen en zo. En iedereen, echt super vet. Ja, het skiën is gewoon een opkomst. En tegenwoordig, het wordt gewoon steeds meer geaccepteerd. En het wordt gewoon samen met snowboarders gewoon... Ja, dat is gewoon super vet. Je leert van elkaar en de ene keer doet de skier een vette trick en dan neemt een snowboarder het over. En de ene keer doet de snowboarder een vette trick en neemt een skier het over. Dat is echt, ja. Ik stond op een gegeven moment, ik zat natuurlijk eerst al van, ik ga alleen snowboarden filmen. Maar ik kon het gewoon niet laten, want er gebeuren zoveel coole dingen. Ja, het is gewoon vet. Ja, ik kan er niks over zeggen. Het is gewoon super vet. Ja, absoluut. We gaan naar wat footage kijken dan. Ja, okay. Top man. Thanks. Veel vettere rails en super vette ideeën en misschien een S-rail erbij en nog langere boxen, nog langere rails, nog meer kink rails, misschien een street unit erbij en zo en we zullen zien. Hey, als mensen meer informatie over of de baan of het event willen hebben, waar moeten ze naartoe gaan? Check www.twintips.nl met een Z. En daar posten we alles op en dan komt een edit op. Website van de skipiste www.skipistenieuwegein.nl.
En steezy.nl. Oké. Ik zet gewoon wat links op mijn pagina. Ja, super cool. Oké. Dat was het voor deze Fitcast. Wil je meer informatie over deze Fitcast? Ga naar www.isnowboard.eu. Vragen of opmerkingen stuur natuurlijk naar whatshot@isnowboard.eu of naar de hijfspagina isvc.hijfs.nl. Over 2 weken ben ik er weer. Mazzel! Later! Chill the fuck out. 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 Natuurlijk heel veel chillende hills gehad en nu 12 mei was weer de eerste. Nieuw snowpark, nieuwe setups, niet meer elke week, maar nu om de 2 weken. Jam sessies, clinics van rijders van de Rivers en Snowplanet, dolle pret. Deze zomer wel een freeride mountains awareness clinic, dus wil jij een keer gaan freeriden, kan je hier van alles leren over de lawines, de gevaren ervan, hoe je met die piepers moet omgaan. Iedereen is lekker aan het relaxen op het terras. Tot 15 september en dan hebben we weer de grote afsluiter, de Rivert Snowplanet Winter Session. Om de 2 weken hier een beetje snowboarden in de hitte. Wil je nou meer informatie? Ga dan eventjes naar rivert.nl, snowplanet.nl of hou gewoon de snowboardwebsites van Nederland in de gaten.